Welkom terug bij mijn videoserie over Duitse literatuur in Nederland. En vandaag wil ik het hebben over een iets wat controversieel onderwerp, zeker in Duitsland. Namelijk over Duitse romans, dus romans geschreven door Duitse auteurs, die gaan over de holocaust. En waarbij een dader het centraal of het hoofdfiguur is van het boek. Een van de meest succesvolle Duitse boeken van de afgelopen twee decennia is zo'n boek, namelijk Bernard Schlink's roman Der voorlezen, gepubliceerd in 1995, in het Nederlands verschenen een jaar of twee daarna vertaald door Gerda Meijering. Het boek was en is een enorm succes. Er zijn miljoenen exemplaren verkocht, in meer dan dertig talen vertaald. Er werd zelfs een film gemaakt in 2008, een Hollywood film met Kate Winslet in de hoofdrol. Maar toen het boek verscheen in 1995 werd het niet al te positief ontvangen in Duitsland. Want voor het geval u het niet heeft gelezen: het boek gaat over Hanna. Wij leren Hanna kennen na de Tweede Wereldoorlog. Uh, zij werkt als buschauffeur en zij. Heeft een liefdesrelatie met een 15-jarige jongen. Maar gaandeweg het boek leren wij, leert die jongen, dat Hannah in de Tweede Wereldoorlog, zoals wij dat noemen, echt fout is geweest. Want zij heeft gewerkt als een bewaker in een concentratiekamp. De kritiek jegens het boek gaat met name erom dat de schuld van Duitsers, van daders, wordt vergoelijkt door zo'n boek. Want er wordt begrip gekweekt voor de keuzes die een dader zoals Hanna heeft gemaakt. Dat was ruim twintig jaar geleden, maar die kritiek is in Duitsland nog steeds heel levendig. En dat bleek toen in januari van dit jaar opnieuw een boek verscheen waarbij een dader een centrale rol speelt. En dat is Takis Wurgers tweede roman Stella. Takis Würge is een jonge Duitse auteur, hij werd geboren in 1985 en na zijn eindexamen werkte hij als journalist, onder andere voor Der Spiegel. Vervolgens studeerde hij een tijdje in Cambridge, Engelse literatuur. En zijn eerste boek, Der Klop, niet vertaald naar het Nederlands helaas, speelt ook in Cambridge, een detective story. En het was een, voor een debuut zeker een... Uiterst succesvol boek. Meer dan 90.000 exemplaren verkocht. Dat is voor een debuut echt heel veel. Een ander verhaal is de ontvangst van zijn tweede boek, Stella. Stella is gebaseerd op het leven van Stella Goldschlag. Geboren in 1922 in een Joodse familie, dus Joods, werkte zij vanaf 1943, toen, zij was toen 21, voor de Gestapo. Zij werd gearresteerd en gemarteld en vervolgens heeft zij ingestemd, als je dat zo kunt noemen, om voor de Gestapo te werken. Hij, hij, het werd aan haar beloofd dat als ze dat doet, haar Joodse ouders en haar Joodse echtgenoot zouden worden gespaard. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar goed, haar werk, als je dat zo kunt noemen, heeft ertoe geleid dat er minimaal 600, misschien zelfs wel 3000 Joden werden gearresteerd en werden afgevoerd naar concentratiekampen. En Takis Würge neemt het verhaal van Stella in zijn nieuwe roman om een, 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 een verhaal te vertellen. Niet alleen van haar, maar het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Friedrich. Friedrich is een jonge man uit Zwitserland die een beetje naïef komt naar Berlijn en daar leert hij een vrouw kennen en wordt verliefd op haar, niet wetende dat Stella, zijn nieuwe liefde, joods is en dat zij samenwerkt met de Gestapo. Dus het boek beschrijft de keuzes van Stella en haar dilemma's vanuit het perspectief van haar geliefde Friedrich en beschrijft ook de dilemma's van Friedrich. Want als hij op, op een gegeven moment als hij weet wat Stella doet, is ook voor hem de vraag: moet ik haar um, uh, beschermen of moet ik haar verraden? Toen het boek verscheen in januari was de kritiek. Tegen dit boek niet, Mals. Opnieuw, net als uh, de, 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 toen gebeurde met, met de voorlezer, zeiden de critici: dit is een uh, holocaust, kitsch, zoals dat werd genoemd. Het is een boek over een liefdesverhaal van een dader en dat mag niet. De Nederlandse uh, pers was Duidelijk milde. Ik zal uh, beneden in de, in de show notes een link uh, achterlaten naar een artikel in de Volkskrant. En ik heb het boek gelezen en ik vond het een goed boek: een mooi boek, een moeilijk boek en een boek dat zeker aanleiding geeft ter discussie. Maar mijn insteek is, wat, wat mij stoort aan die kritiek in Duitsland, is dat ik vind. Dat lezers hun eigen oordeel moeten vormen. Lezers zijn in staat om te bepalen of zij de keuzes van Stella uh, zouden kunnen begrijpen en wat zij vinden van de schuld die Stella ongetwijfeld op zich heeft geladen. Dus ik zou zeggen, als u geïnteresseerd bent in dit soort onderwerpen, lees het boek. Van Takis Burger. Het is in april verschenen in het Nederlands, vertaald door Goverdien Hout Grubben. En het is een boek dat gelezen moet worden en waarover gepraat moet worden. Dat was het voor vandaag. Hartelijk dank voor het kijken. Ik hoop dat u het mooi vond en ik zie u terug over twee maanden.